We dachten, ja, voetbal, iedereen gaat altijd bier drinken en dat mag, niks op tegen. Maar we dachten, Tony, je denkt dat je ook een glaasje wijn kan drinken bij de bier. Zeker, want Italië speelt vanavond en jij met Italiaanse wijn. Is dat ook aangeraden om eens een glaasje wijn te drinken bij de voetbal? Bij de voetbal zeker, omdat iedereen support het voor zijn eigen ploeg. Of dat nu Italië is of België. Maar dan is iedereen toch wel een beetje nerveus, gespannen. En om dat een beetje te... ontspannen. Daarom is die drank om het ontspannen tijdens het... Om te ontspannen. Dus, okay. Ik zag in de week nog onlangs een tekening. Dus dat kwam van een Hollander. Die had me dat doorgestuurd. Er lagen allemaal Belgen op de grond met pinten. Allemaal stom dronken. En dan zei de ene, die werd wakker. Wat heeft België gedaan? Dus daar... Marcel, drink jij soms een glaasje wijn of zo? Graag, ja. Maar in de zomer sta ik altijd droog. Hè. Dat zijn zoveel shows. Ja. Ik drink geen druppel. Behalve tijdens de uitzending. Dan mag ik altijd wel eens proeven. Ja, dus het is nu een uitzending, dus nu mag het eigenlijk. Want het probleem is eigenlijk achteraf. Achteraf is het zo gezellig, maar dit is professioneel. Hè. Nu moet het gewoon van u, hè? Ja. Niet waar? Ja. En ik weet hoe goed zijn wijnen zijn, dus ik kan dit niet laten staan, snap je? Zeg, ja. Wat drinken we en waarom drinken we dit? Uiteindelijk is dit een primeur. Dat is echt een primeur voor buiten Italië. Dat is de eerste keer dat een fles wordt opengetrokken. Oh, wow. Dat is nog maar pas binnen. Okay. Dat is een domein dat heet Altamora. Dat komt van op de Etna, de vulkaan. Ja. Dus, en dat is een, Sicilië. Het is een Caricante-druif, dus heel apart. En je weet, de wijnen op de Etna die zijn altijd bijzonder. Bijzonder microklimaat, door een dag tot 40 graden zon. Ja. De terroir is volledig uitgedroogde lava. Dus dat maakt die wijn dan bijzonder. Hè. Dus op 700 meter hoogte op de Etna vlak. Heel bijzonder smaak, hè? Wauw, dat is wel pittig, ja. Zeg Tony, de Italianen, drinken die dan ook altijd wijn als ze naar de voetbal kijken? Of toch? Want Italianen zijn echte wijndrinkers wel, hè? Voor de match altijd wijn. Voor de match. Tijdens de match. Als ze winnen, blijven ze wijn drinken. Als ze verliezen, ja, dan schakelen ze over naar de grappen. Ah, de grappen. Dus dan is dat. Zeg, Brazilië, heeft Brazilië ook wijn bijvoorbeeld? Bestaat er Brazilië? Want we kennen wel Chileense wijn. In heel Zuid-Amerika heb ik ook een hele wijncultuur. Maar bestaat dat? Dat bestaat zeker, ja. Klopt. Maar daar horen we hier helemaal niks van. Hè? Chileense wijnen is heel goed. Chileense wijnen zijn er goed. Dus, maar je hebt ook heel veel Italiaanse invloeden in Brazilië en ook in Argentinië. Vandaar dat er ook heel veel wijnbouwers, hè? Dus met Italiaanse toets ook veel. Hè? Maar de kennis komt wel van hier eigenlijk. Vanuit Europa, ja. Van Europa, ja. Jij volgt uiteraard ook de voetbal, want af en toe ga je eens bij Rode Duivels op bezoek. Of kom je die toevallig tegen? Of denk ik, drinken die een glaasje wijn van jou? Want we hebben wat foto's. Maar waar kom je die mannen dan tegen eigenlijk? Ah, ik ken de meeste van de Rode Duivels en ook de technische staf. Af en toe moet ik daar zo'n beetje teambuilding te doen, een educatieve degustatie doen. Educatief, dus. Ja, educatieve degustatie. Het is echt mooi omschreven om u gewoon in de wijn te smeren. Ja, maar je moet ermee... schat, het was een educatieve... het was gezellig. Je weet ook, als die hebben een bepaalde status, ook de technische staf, zolang alles goed gaat... slikken ze ook alles van iedereen, of je nu met een glas of met een mooie dame ergens gefotografeerd. Ja. Dus daar moet je altijd voorzichtig mee omgaan. Dus, maar ze lusten wel een glaasje wijn. Ze lusten allemaal een glaasje wijn en ze snakken er ook naar, want ze leven ook lekker paterke, op trainingskamp. Een beetje gelijk Marcel, gelijk je tv-presentatoren. Ook, als je de top wilt bereiken, moet je soms leven lekker paterke. Ja, zo is dat.